Feyenoord neemt het zondag in stadion Galgenwaard op tegen de nummer 7 van de Eredivisie dat afgelopen zondag met 4-1 te sterk was voor ADO Den Haag. Feyenoord staat vijfde en won zijn laatste wedstrijd verdiend met 2-0 van Fortuna Sittard. Eerder dit seizoen speelden we in de Kuip tegen FC Utrecht met 1-1 gelijk door doelpunten van Mark van der Marel en Lucharel Geertruida. FC Utrecht-Feyenoord is vaak een lastige wedstrijd voor ons, maar we hebben wel een overwicht in stadion Galgenwaard. Van onze 50 eerdere competitieontmoetingen in Utrecht wonnen wij er 22, speelden 16 keer gelijk en 12 keer gingen we onderuit. Vorig seizoen pakten we in onze laatste wedstrijd van 2019 drie zwaar bevochten punten door wereldgoals van Orkun Kukçu en Jens Toornstra. Het zal niemand verbazen dat Steven Berghuis dit seizoen weer de topscorer is van Feyenoord. Onze captain staat op 16 competitiedoelpunten en is er nog 2 verwijderd van zijn meest doeltreffende seizoen in de Eredivisie. In het seizoen 2017-2018 maakte hij er voor Feyenoord toen 18. Zijn allereerste goal op het hoogste niveau van Nederland maakte hij als speler van FC Twente op 4 december 2011 tegen FC Utrecht. Brian Linssen maakte tegen Fortuna Sittard zijn 8e competitiegoal van dit seizoen en kan in de komende wedstrijden voor het 5e seizoen op rij 10 eredivisiedoelpunten maken. Brian is de enige eredivisiespeler die dit kan presteren over de laatste 5 seizoenen. Voor Jens Toornstra, Mark Diemers en Nick Marsman is de wedstrijd van zondag een bijzonder weerzien. Jens speelde 48 eredivisiewedstrijden voor FC Utrecht, Mark deed dit 41 keer en Nick Marsman stond 1 competitiewedstrijd onder de lat voor FC Utrecht. Dick Advocaat sloot in 1984 op 36-jarige leeftijd zijn spelerscarrière af in Utrecht en in het seizoen 2018-2019 was hij de coach van FC Utrecht. Bij FC Utrecht treffen we zondag 2 oude bekenden. Simon Gustafsson speelde tussen 2015 en 2017 17 competitiewedstrijden voor ons en in dezelfde succesvolle periode kwam Elgiro Elia 55 competitiewedstrijden in actie voor Feyenoord. Editie nummer 52 van FC Utrecht Feyenoord in de Eredivisie gaat zondag om 11:15 van start en staat onder leiding van scheidsrechter Danny Makkely. Deze wedstrijd is live te zien op ESPN2 en hou ook onze Feyenoord social media kanalen goed in de gaten voor de laatste updates over dit duel. We sluiten af met niemand minder dan Jens Toornstra die vorig seizoen FC Utrecht Feyenoord op schitterende wijze besliste. En daar Toornstra, wat een goal! Fabelachtige goal van Jens Toornstra. Nou, een schitterende Feyenoord aanval. Er is geen sprake van buitenspel. Gelukkig maar, zou je er bijna aan toevoegen. En Toornstra, één stuit, vol op de vreef. Technisch zo knap gedaan door Jens Toornstra. Een wereldgoal. En Feyenoord leidt met 2-1. Duimpje omhoog gedaan. Al geabonneerd. Klasse.